Alright. Ja, de, de lezing van vanavond is een beetje atypisch, hè, want meestal de lezingen op Mira, ja, het is een sterrenwacht, dus ja, logisch dat het over sterrenkunde gaat. Ruimtevaart, hè, dat pakken we er ook heel vaak bij. Um, dus ja, het onderwerp van vandaag, ja, hoort dat erbij? Wel, ja, want eigenlijk ook als u de statuten van Mira bekijkt, dan is het, hè, het gaat over sterrenkunde, ruimtevaart en... Welke derde wetenschap zit er ook in? Weerkunde. Hè? Um, en dit, ja, dit sluit eigenlijk nauw aan bij, bij weerkunde. Maar aan de andere kant, het gaat wel over naar boven kijken. Dus dat is sterrenkunde. Um, en dus ja, die atmosferische fenomenen, dat zit zo'n beetje op, op, op de grens tussen beiden. Um, alle mogelijke licht- en kleureffecten uh, van geen discotheekverlichting en zo die horen daar niet bij. Uh, dit zou ik er kunnen insteken. Dan gaan we nu niet toe, want dat is een heel onderwerp op zich. Hè. Vallende sterren, meteoren, uh, bliksem hè, om maar de, de bekendste te noemen, uh, een regenboog. Ja, even de test. Wie heeft er al ooit eens een regenboog gezien? Ja. Het zou mij verbaasd zijn mochten er handen naar beneden gebleven hebben. Uh, wie heeft er al poolicht gezien? Dat zijn al iets minder handen. Hè? Uh, wie heeft er al eens een bijzon gezien? Een parheli. Wie heeft er al eens een halo gezien? Dat zijn al ook al minder handen. Nochtans, raar genoeg, die dingen zijn vaker te zien dan regenbogen. Je hebt veel meer kans om een halo te zien dan een regenboog. En toch, maar ja, hoe komt dat? Een regenboog is ten eerste heel spectaculair. En ook vooral, je weet waar je moet op letten. Wat heb je nodig om een regenboog te kunnen hebben? en regen. Wel, ik hoor u allemaal zeggen, je hebt zon en regen nodig. Dat is eigenlijk niet waar. Je hebt fel licht nodig en waterdruppeltjes. Dat moet daarom geen regen zijn en dat moet eigenlijk ook geen zon zijn. Daar kom ik straks op terug. En dus vandaar, maar een regenboek, allez, je weet van oei, het is, het is aan het regenen, zo'n beetje aan het motregenen of een beetje feller aan het regenen. En die zon komt er toch door. En wel, automatisch, iedereen weet van, hey, ja, toch jullie, hè, je gaat dan spontaan toch niet naar buiten kijken. Bij halos is dat eigenlijk ook zoiets. Je weet, ik zal het straks uitleggen, onder welke omstandigheden dat dit te zien zijn. En wel, vanaf nu, mijn bedoeling is... Na afloop van deze lezing moet u diezelfde reflex hebben als bij regenbogen. Als u dat soort omstandigheden ziet, van, dan gaat u ook naar buiten kijken. Um, wat ik vind dat zo frustrerend, maar het is misschien ook een beetje deels onze fout. Want het verschil is, een regenboog die zie je altijd aan de andere kant van de zon. Terwijl al die halo-fenomenen zitten vooral rond de zon. En wat drukken wij iedereen op het hart? Wat mogen we niet doen? Naar de zon kijken. Dus wat denkt iedereen? Ja maar, ja, maar we gaan niet in de buurt van de zon kijken. Dat is te gevaarlijk. Wel, ja, dit speelt zich voor een deel af, maar in de ruime buurt van de zon, hè. En dat is zo frustrerend. Ik herinner mij eens een um, was een activiteit was dat nu de dag van de wetenschap of zo. In elk geval, we stonden in Brussel, um, ja, voor voor het Vlaams Parlement eigenlijk. Ik denk dat de gezinsbond daar ook voor iets had. Echt honderden mensen. Uh, je moet je voorstellen. We hadden Frank de Bozere mee, en dan weet je natuurlijk van. Iedereen staat daar naar te kijken. En daar stond er aan de hemel een prachtige, een paar mooie bijzonnen aan die halo, en niemand keek naar boven. Ik denk, ja, maar daar is het te doen. Frank kunt elke avond op tv zien, maar die halo dat was de moeite waard. Dus na afloop hoop ik dat jullie dat allemaal ook gaan bekijken. En ik ga, ik ga soms een klein beetje afwijken. Maar ik zei: het zijn allemaal fenomenen die zich eigenlijk afspelen in onze atmosfeer. Maar op het einde ga ik er toch nog een paar bijsteken die, die een beetje verder zitten, maar ja, die een beetje de, de, dezelfde, dezelfde soort fenomenen zijn, dezelfde principes die erachter zitten. Hè. Deze kerel um, is er helaas al lang niet meer, maar um, we hebben het daar net met een paar mensen over gehad. Hè. Als je die zijn boeken nog kunt vinden in de slechten of zoiets, niet aarzelen. Hè. Marcel Minnaert um, was eigenlijk een, een bioloog van opleiding, dus dan een beetje van de Eerste Wereldoorlog, een beetje verkeerd gelopen. Hij is moeten vluchten naar Nederland. He. Niks nieuws onder de zon. Hij uh, heeft zich moeten he, omscholen, want biologen hadden ze daar genoeg. Hij uh, is begonnen met fysica, met sterrenkunde. Maar dat, die biologie zat er bij hem nog altijd in. En, en zijn idee was dus letterlijk van... Kijk, je moet altijd aan wetenschap doen. Ben je op vakantie, je ligt aan het strand... Alles rondom u is wetenschap. Je ziet kleurtjes, je ziet vormen, je ziet fenomenen. moet je altijd afvragen, maar wat zit daarachter? Het zijn de meest evidente dingen. Hè. Je ziet daar ergens een plas water met wat, wat, wat benzine of, of olie gemorst. Waarom zie je daar die kleurtjes? Ah, wel, dat is allemaal fysica. En hij um, heeft er eigenlijk een reeks van drie boeken geschreven. De natuurkunde van het vrije veld. En dat zegt eigenlijk al... Oké, okay, dat is een beetje oudbollig Nederlands nu, maar... En wel letterlijk, hè? je gaat buiten gaan wandelen en bij alles moet je letten op, op, op kleuren en, 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 en lichtfenomenen. Ons intrigeert vooral het eerste boek, dat gaat inderdaad over licht en kleur. Um, dus ik heb het daar gelegd. Moeilijk te vinden, hè, want het is ook al heel oud. Maar de Engelstalige editie die is wel nog te vinden. En die is ook ja, veel recenter, dus ook veel beter ...want die staat vol met kleurige prentjes. Uh, vooral door uh, fotografen uit Finland. De sterrenkundeclubs daar, hebben zich daarmee bezighouden. En dat gaat wel vaker terugkomen. Finland, veel noordelijker, veel kouder in de winter... ...veel meer ijskristallen. Want daarnet hadden we het over regendruppeltjes. Hè? Ja, wel, een hoop van die andere fenomenen... ...gaan we ijskristalletjes nodig hebben. Dus dat bij wijze van, van inleiding eigenlijk. Uh, dit moeten we daar ook in steken, hè? bliksems. Wat is een bliksem? Hoe ontstaat een bliksem? Een simpele uitleg. Een wolk is opgeladen, zit vol elektriciteit. Die elektriciteit wil weg, schiet naar beneden. En wat zeggen ze wat zegt papa en mama als het onweert? Waar mag je niet staan? Onder een boom. Ah ja, want die bliksem die is heel verstandig. Die weet van, hé, waar staat er hier ergens een boom? Daar ga je... Nee, zo werkt dat niet. Hé, dus de simpele uitleg klopt niet. Een bliksem is niet een fenomeen dat... Ja, maar een kerktoren is een bliksemafleider, een punt. Zo werkt dat niet. Die bliksem die valt eigenlijk willekeurig. En die bliksem dat is dus een hoop elektriciteit die naar beneden schiet. En die valt willekeurig ergens op aarde. Maar de aarde wordt dan opgeladen zoals een batterij. En dus rond de aarde, op die plaats, de omgeving waar dat de bliksem ingeslagen is, willekeurig dus, wordt de aarde eigenlijk opgeladen. Dus er zit dan eigenlijk een elektrisch veld. En dat elektrisch veld volgt natuurlijk het relief van de aarde. Daarboven had je een wolk die opgeladen is met een elektrisch veld rond. Onderaan ook dat elektrisch veld. En waar nadert dat nieuwe elektrische veld het dichtste de wolken? Ah ja, daar wat andere punten zijn. Dus het is niet de bliksem die inslaat die de schade veroorzaakt, het is die bliksem die nadien terug naar boven schiet. Vanuit de hoogste punten, dus de kerktoren, de boom. En het is die terugslag. Wie dat niet gelooft, boven staat onze plasmabol. Ga daar eens in de buurt staan en vraagt iemand om heel zachtjes aan je oorlelletjes of aan je neus te komen. Dat is ook de terugslag van de bliksem. Je gaat het voelen en dat is waar het, uh, waar het gebeurt. Bliksemfotografie is een heel boeiende vorm van fotografie. Uh, en je doet dat best s'nachts als het donker is. Want het probleem met bliksem is dat die per definitie bliksemsnel is. Dus als jij klaarstaat met je fototoestel, wachten tot als er een bliksemschicht is, dat lukt niet. Dus Zet je fototoestel op statief met lange belichtingstijd. En, en, ja, en hoop dan dat er een bliksem opstaat. Um, en dat is het voordeel van de digitale fotografie. Alles wat er niet opstaat, veeg je af. Vroeger moest je gans pellicule opschieten. Daar zijn we gelukkig vanaf. Hè. Dus um, bliksems... Jawel. Ja, en dat is een eigenschap van al mijn foto's. Er staat blijkbaar altijd een elektriciteitsdraad in de weg. Uh, niks aan te doen hier. Uh... Bon. Bliksems, daar gaan we niet te lang bij stilstaan, je kent die allemaal. Hè. Deze is misschien wel, wel eventjes leuk. Um... Een wolk in de verte. Ondertussen zat ik met mijn telescoop aan het waarnemen, ergens in de Loire Vallei was dat. Uh, en in de verte een, een olbertswolk, die daar gelukkig bleef hangen. Uh, maar waar je echt wel uh, ontladingen zag vanuit de verte. Dus uh, griezelig en, en, ja, en mooi tegelijk eigenlijk. Bon. Belangrijkste, hebben we net al gezegd, wat iedereen kende, de regenboog. Dat is wat daarachter zit. Hè? Breking en weerkaatsing in waterdruppeltjes. Meestal regen, wat kan ook anders. En dan ja, een beetje moeilijk doen: de wet van Snellius moet je maar opzoeken. Dat is het omgekeerde. Meneer Minnaert was een Belg van Brugge die moeten vluchten is naar Nederland. Snellius was iemand van Nederland die in Leuven, een paar honderd jaar vroeger, is komen studeren en doseren. En hij heeft dat allemaal bepaald. Die mate van breking. Het hangt af van welke vloeistof en welke uh, inhoud. Maar laten we zeggen, bij waterdruppels krijg je typisch die breking. En eigenlijk twee zaken: hè? een, uh, een breking en een weerkaatsing. Dus waar het licht komende van de zon, van lucht binnenkomt in het water, wordt dat gebroken. En we hebben net verteld. Wit was geen kleur, wit was. Wie had het daar allemaal verteld? Wit was? Nee. De liedjes van K3. Alle... Zeg niet dat ik nu de liedjes van K3 ga moeten zingen. Hè? Alle kleuren. Oef, gelukkig dat we een specialist hebben. Uh, alle kleuren van de regenboog. hè? Ah, wel, uh, hoeveel kleuren? Degene die ik daarnet verteld heb, niks verklappen. Hè? Hoeveel kleuren zijn er in de regenboog? De grote mensen mogen ook antwoorden. Hè? Iedereen akkoord met zeven? Moet dat allemaal niet geloven. Uh, we, we hebben het allemaal op school geleerd. Hè? En degenen die het nog niet geleerd hebben, nu ga ik het verklappen. Dat is een woordje dat je moet, moet onthouden. Enfin, een woord dat niet echt bestaat. hè. De re. Ik hoop dat iedereen het kan lezen. De re is van rood. De o is van oranje. Eerst een ge van geel. Nog eens een ge van groen. De b. Van blauw, en dat wordt het moeilijk: hè? de I van indigo en de V van violet. Kent er iemand het verschil tussen indigo en violet? Ik weet juist niet of dat bestaat. Uh, we noemen dat gewoon allemaal paars. Is veel gemakkelijker. Ik ga u nu de definitieve, serieuze, wetenschappelijke, diep doorvrochten uitleg geven waarom er zeven kleuren van de regenboog moeten geleerd worden op school. Niet waarom dat ze er zijn, maar omdat ze het moeten geleerd worden op school. Een heel slimme mens, een zekere Isaac Newton, dat is die man van dat boomke dat hier voor onze deur staat. Um, Isaac Newton vond, en nu komt het, hè, dames en heren, voor de eerste keer vanavond ga ik ernstig zijn. Uh, hoeveel dagen zijn er in een week? Hoeveel muzieknoten zijn er? Do, re, mi, Zeven. En wel, meneer Newton vond... Als er zeven dagen in de week zijn en zeven muzieknoten... ...dan vind ik dat er ook zeven kleuren moeten zijn. Punt. Wel, wetenschap is niet altijd wat het geweest is. Dus vandaar, als jullie in plaats van die rogbief een rogp willen maken... ...maar het spreekt ook moeilijker uit met die p op het einde. Maar dus zes kleuren, zeven kleuren... Eigenlijk klopt dat allemaal niet. Er zijn gewoon oneindig veel tinten. Uh, dat is het echte woord. Hè. Maar dus, ja, we stellen dat altijd voor als zeven kleurtjes. Hè. Maar dus vandaar uh, de breking wanneer het binnenkomt in de waterdruppel. De weerkaatsing op de achterkant. En nog eens een breking wanneer het terug naar buiten komt. Dus het resultaat is dat je daar een boog hebt van. 40 à 42 graden door die specifieke breking. Natuurlijk doe je dat niet met één waterdruppeltje. Je doet dat met de ganse regenbui. Um, dus al die waterdruppeltjes samen maken, dat je dus die boog krijgt. Maar dat is die boog vanuit uw oog bekeken. Dus iedereen ziet eigenlijk een andere regenboog. He, dus dat verhaal dat ze vroeger vertelden: dat er aan de voet van de, regenbot, van de regenboog een pot met goud zit. Ja, maar iedereen heeft een aparte regenboog, dus ik weet niet hoeveel potten goud dat daar moeten liggen, maar dat gaat al serieus de moeite zijn. En dat is dus het effect. Hè. Je ziet daar die boog van 40 à 42 graden. Okay, ik hoop dat de mensen van Moulin Saar niet meekijken, anders krijgen we weer een boete aan ons been. Wie ziet de fout? Er zit een fout op de foto, op de tekening. Hij staat verkeerd, hè. De kleuren staan verkeerd. Het moet rood aan de buitenkant zijn en paars aan de binnenkant. Tenminste, voor de primaire boog. We gaan straks gaan vertellen dat er nog een tweede is. Hè? Maar dus, Hergé was over het algemeen redelijk wetenschappelijk onderlegd. Kende ook een paar mensen op de Koninklijke Sterrenwacht. Hij ging zich altijd wel gaan bijscholen. Maar hier heeft hij toch een flater gemaakt. Uh, maar ik zei u... Je moet eigenlijk geen regen hebben, je moet fijne waterdruppeltjes hebben. Ook niet te fijn, dan kom je weer op iets anders uit. Dus uh, voilà, uh, ik heb thuis mijn vrouw aan het werk gezet. Uh, ja, ja ik, ik moest de wetenschap doen, hè. zij mocht het werk doen. En uh, voilà, als je zelf een regenboog wil maken, moet je gewoon wachten tot het moment dat de zon schijnt. En dan kun je heel mooi een regenboog reproduceren. Hè? Ja. Hey. Daarvoor heb ik een vrouw. Hè? Uh, maar ze krijgt de machine niet meer aan dan mee. uh, Let ook op. We spreken hier altijd van een regenboog. Dat is niet waar. En waarom niet? Maar ga je in een vliegtuig een regenboog zien? Want je zit dan boven de regen meestal. Maar je hebt wel gelijk, hè? maar zo een klein vliegtuigje, daarmee kan het. Er zit een filmpje in. Uh, inderdaad, hè, wij zien van op aarde altijd een boog, hè, een halve cirkel op zijn maximum. Maar eigenlijk loopt die door naar onder, maar ja, dat staat de wereld in de weg. Hè? Maar inderdaad, je zou een volledige cirkel kunnen zien. En hier zag je al dat we net iets verder gingen dan de, 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 de zijkant van de cirkel. Um, oh, Even een strikvraag. Oké, okay, het zijn er twee. Je ziet een buitenste, als je goed kijkt, in spiegelbeeld. Hè. Daar is het wel rood aan de binnenkant. Maar de vraag is vooral: wanneer is deze foto gemaakt? Smorgens of s avonds of smiddags? Want ja, tenzij je mijn huis kent, kun je niet weten of dat smorgens of s avonds is. Maar je kunt wel weten of dat bij laagstaande zon is of bij een hoogstaande zon. Wat denk je? Zou de zon hier hoog gestaan hebben op, of laag? Bij, bij laag want ik zie daar precies een bok Dit is bij een hoogstaande zon. Want, het is eigenlijk geometrisch heel simpel. Die regenboog, dat is een cirkel, zoals je zei, tegenover het tegenpunt: het tegenpunt van de zon. Dus, als de zon hoog staat, waar staat het tegenpunt dan? Diep onder de grond. Als de zon laag staat, ja, juist op het moment dat ze gaat ondergaan, dan staat dat tegenpunt ongeveer aan de horizon. En dan zie je een halve boog. Als de zon hoog staat, stikt er maar een stukje van een boog boven de grond. Daarmee, ook dat had ik een strik ver kunnen stellen, midden in de zomer kun je smiddags middags een regenboog hebben. Midden in de zomer staat in België de zon te hoog en zit gans de boog onder de horizon. Ga je mee naar het zuiden, dan komt dat nog meer voor. Hè? Maar dus dit is eigenlijk al in de zomermaanden met een redelijk hoog staande zon, want de regenboog steekt maar een klein beetje boven de horizon. Um, bij, als je ooit het geluk hebt van in uh, Toulouse het uh, museum de, de Lirelles, nee. Cité de l'Espas te bezoeken. Eigenlijk het grootste ruimtevaartmuseum in Europa. Daar hebben ze zoiets gezet. Ja, daar schijnt de zon vaker dan in, in, in Grimbergen. Daar staat er eigenlijk een grote boog. En als je op de knop duwt, gaat dat heel fijn water vernevelen. En daar staat letterlijk bij van... Ja, maar kijk, vandaag in de zomer... Van dat uur tot dat uur moet je het niet proberen. Want de zon staat te hoog. Maar dus dit en een paar van de volgende foto's was dus bij een hoogstaande zon. Dit, je ziet dit, nu mocht je naar de schaduw kijken, dan zie je inderdaad, hier op dat moment was de zon al bijna aan het ondergaan. Kijk, kijk maar naar de schaduw van de Armillairsfeer op de Kutterkoepel. Dat is dus bij een laagstaande zon, dan krijg je een, een veel grotere regenboog. En hier zie je weer duidelijk die, die tweede regenboog. Maar wat je hier ook gaat merken, is dat het binnenin de regenboog helderder is dan erbuiten. En tussen de twee in is het nog een beetje donkerder. En eigenlijk is dat een beetje logisch, want ja, die regenboog dat is allemaal licht. Het licht moet ergens vandaan komen. Dus uh, ja, het licht dat in de regenboog terechtkomt, komt bijvoorbeeld niet daar terecht. Maar wordt wel verder afgebogen, ook naar binnen toe. Dus daar zit dan weer wel meer licht. En zo kan ik bezig blijven. Hè. Uh, maar dit is om een beetje de, de, de extreem laagste regenboog die ik ooit op foto gezien heb. Die foto is natuurlijk niet van mij, ditmaal. Boven Parijs, zie je hoe laag dat is stond. Hè. Uh, vijf minuutjes uh, vroeger of later zou die zelfs niet meer te zien geweest zijn. En dat is wat ik vertel, hè. de hoofdregenboog, dat u allemaal kent. De tweede zwakkere, die ondersteboven staat. En daartussen dan die donkere band. Maar binnenin helderder. Uh, voilà. En als u goed kijkt, oh, wat hadden we net gezegd? Ja. Maar ik is een vraag stellen. Dat straks zei je. Dus dat die tweede boog in feite een spiegelbeeld is van de eerste. Ja. En dat daardoor in feite bijvoorbeeld rood aan de binnenkant Ja. komt dat? Daar zit nog een extra spiegeling in. Um, het juiste mechanisme is een beetje moeilijk om hier uit te leggen, maar dus uh, er is nog een extra spiegeling in die regendruppeltjes. En dat veroorzaakt, natuurlijk, die spiegeling is veel minder efficiënt dan die eerste, dus vandaar dat die buitenste boog ook veel zwakker is. Maar dat is wat er, uh, wat er nog een keer achter zit. Uh, maar inderdaad, dat is, daar moet je een beetje wiskunde bij betrekken om dat uh, uitgelegd te krijgen. Uh, en datzelfde. Verklaart ook dit, wat we zeiden: het gaat van rood tot violet, en kijk eens, daar zitten nog een paar bandjes onder. Dan krijg je nog eens een, een, ja, een herhaling van die, van die paarse banden. Dat heette dan overtallige bogen. Dus het simpelste, het bekendste fenomeen, de regenboog, en kijk eens wat er toch nog allemaal bij komt kijken. Ja, en ja, dat is natuurlijk ook het nadeel. Die een boog is te groot. Hè? Die past niet altijd in je fototoestel. Dus dan moet je al uh, een mozaïekje gaan maken. Hè? Maar wat zeiden we? Gaat zon nodig en regen? Nee, hè? met uw sproeier ging dat ook. En daar hebben we een grote natuurlijke sproeier. De Victoria Falls, op de grens van Zambia en Zimbabwe. Ik hoop nu, volgende maand, een keer van de andere kant te fotograferen. Uh, nu, nu vraag ik mij af of ik dat nu wel berekend heb. Dat we wel op het goede moment op de goede plaats gaan staan. Okay. Uh, maar inderdaad, hè, aan die watervallen, als je op het goede moment staat dat de zon niet te hoog staat, heb je daar bijna een permanente regenboog. Hè. Hier zie je, ik weet niet of je hem ziet doorlopen. Hè, ofwel, uh, wat, ik, ik heb de watervallen twee keer gezien, maar de keer daarvoor was er geen regenboog omdat er gewoon te nat was. Van twee kilometer ver. Was je al helemaal kletsnat. Uh. En je zei daarnet, hè, vanuit het vliegtuig. Zou je al een volledige cirkel kunnen hebben? Ja, als je al een beetje in ogen staat, kijk eens hier. Oh, het vereist misschien een beetje fantasie, maar dat is de zijkant van de cirkel. En we kijken toch al een beetje onder de cirkel. Want we zitten vanuit de bergen te kijken. Maar uh, ja, als je het helemaal goed wil hebben, dan heb je hem hier hè. de volledige. En dan ik in een dubbele ook. Dus vanuit... Uh, dat is het voordeel van die, die compacte cameraatjes van tegenwoordig. Hè? Iedereen die parachutesprongen doet, die heeft zo'n uh, GoPro op zijn hoofd staan. Ja, en dan kom je toch eens tot dat soort, uh, tot dat soort beelden. Hè? Dus als iemand van jullie ooit eens parachutesprongen doet, doet dat als het regent. Hè? Dat is dan ideaal voor, voor mijn lezingen. Uh, dus... Regen was al niet meer nodig. Ja, nu ga ik u zeggen: Maar zon is eigenlijk ook niet meer nodig. Je moet gewoon een felle lichtbron hebben. En s'nachts heb je daar ook een felle lichtbron. Oké, okay, 10.000 keer minder fel dan de zon. Maar met de maan, de volle maan, kun je dat ook hebben. Alleen 10.000 keer zwakker, dat betekent dat wij het met onze ogen niet gaan zien. Dus een maanboog op foto. Heel mooi kleurig. He. Dat is een van de eerste die goed gedocumenteerd en gefotografeerd is. Uh, vrienden van ons van de toenmalige sterrenkundeclub in Evergem. Uh, die man heeft er trouwens nadien nog een paar keer lezingen lezing gegeven over. Maar dan ruimtevaart. Wat is ruimtevaart-ingenieur ondertussen? Uh, wel, die zei ook he, van ja, wij zagen daar zelf alleen maar een zwakke, ja, lichte, mistige boog. Het is pas nadien als de foto ontwikkeld werd dat er ook kleur op stond. Dus ja, maanbogen. En ja, we zijn er terug hè? aan onze watervallen. Jawel. Dat is de enige keer dat u zou kunnen afwijken van mijn regel van daarnet: dat vakantie iets is dat u doet als er geen volle maan is. Hiervoor zou je dat dus wel kunnen doen. Uh, alleen al om dat te kunnen fotograferen. Uh, maanbogen. Jawel. Uh, Terug de Victoria Falls. Maar... En waarom verplaatst die boog zich? Ah ja, natuurlijk omdat de maan zich ook verplaatst. Hè. De, de hoogte, de afmetingen ervan, veranderen de functie van de, de bewegende lichtbronnen. Dus... Uh... Waterdruppels, als we nog fijner gaan, hè, dat het mist wordt, dan krijg je dit fenomeen. Vergelijkbaar met een regenboog, maar omdat de druppeltjes zo fijn zijn, krijg je die, die karakteristieke breking niet. Dus die kleureffecten zijn daar veel zwakker of zelfs afwezig. Dus een mistboog, dat kan ook. Goed, regenbogen, hè, dat was uh, het bekendste fenomeen. Maar dit is, zoals gezegd, het meest voorkomende fenomeen. En het verschil: hè, halo's treden niet op met zonlicht of maanlicht en regendruppels, maar bij ijskristallen. En wat is het verschil? Wel dit: een regendruppeltje is rond. Je hebt een bepaalde manier van breking en je hebt een bepaalde manier van weerkaatsing. Uh, halo's doen zich typisch voor bij. Ja, heel ijle bewolking. Zo van die, die fijne sluierbewolking, die cirrus, dat is, en alto cirrus dan zeker, heel hoog. Heel hoog betekent heel koud. Heel koud betekent het zit daar vol met ijskristallen. En die allemaal zo'n beetje op dezelfde manier georiënteerd zitten. Die zitten niet kriskras zo elkaar, die hebben allemaal een beetje de, dezelfde vorm en dezelfde oriëntatie. Dus ook die breking zal allemaal een beetje op dezelfde manier zijn. En uh, vandaar he, de, de meest typische. Uh, ...fenomeen en de mooiste displays, zoals dat dan heet... ...krijg je dan ook op locaties waar het extra koud is. He, de Poolgebieden, uh, Lapland, Finland, Zuidpool ook. Um, maar je kan ze ook bij ons, je kan ze zelfs in de tropen zien... Hè, ...omdat het toch hoog genoeg en koud genoeg is. Um, enig... Uh, ja, maar daar kom ik straks op terug. Enige nadeel dat... Um, dus net zoals met een regenboog, je weet... Hè, Regent en de zon schijnt, dan ga je kijken. En wel, als je ziet dat er die typische lichte sluierbewolking is, en die moet niet uniform aan de hemel zijn. Die moet gewoon op de goede plaats zijn, wel, dan moet je ook typisch gaan, gaan kijken. En die goede plaats, dat is vooral van belang hiervoor. Eh, misschien de, de, de meest voorkomende van alle halofenomenen is de bijzon. Eh, bijzon, eh, want je hebt de echte zon en dan heb je daar twee Collegaatjes bij, uh, parheli in het Latijn, uh, in het Engels mocking sun, hè, dus een, uh, een valse zon eigenlijk. Um, of uh, sun dogs, hè, de hondjes van de zon uh, worden ook genoemd. Maar uh, dat zijn maar twee van de fenomenen. Op deze tekening heb ik een aantal van de mogelijke halo's getoond. Want nu en dan worden er toch nieuwe ontdekt. Nu en dan worden er via waarnemingen of via de computer nieuwe berekend. Uh, maar dit zijn, al ja, uh, als je de, de bekendste, de belangrijkste zijn dus die twee bijzonnen, zijn de kleine halo. Nu, zo klein is die niet hoor. Um, de de, de, de parhelische, um, maar vooral die twee, hè, die halo en die bijzonnen, die ga je wel frequent zien. De bijzonnen eerder. Wanneer de zon ietsje lager staat, naar de ochtend of de avond toe, de halo's eerder als de zon ietsje hoger staat. En dan weet je wanneer te kijken en waar te kijken. Um, nu, dit is wel al een iets spectaculairdere display. Um, je ziet inderdaad. Ja, het is met een fisheye lens gefotografeerd, dus het valt allemaal zo niet op. Maar je ziet de twee bijzonnen. Waar staan die? Ah, wel 22, op de hoogte dat de zon op dat moment staat, maar dan 22 graden links of rechts. Nu, wat is 22 graden? Wel, een heel handig vuistregeltje. Dit is 22 graden. Dit is voor heavy metal fans, maar dit is 22 graden. Dus op de hoogte van de zon, zeg maar, u positioneert uw duim ter hoogte van de zon. Ah, wel. Tuurlijk gaat zeggen, ja, maar de een heeft een langere arm dan de andere... Maar die zal dan ook grotere handen hebben. Hè? Dus ongeveer op die afstand, links en rechts, daar ga je die bijzonnen zien. Maar dat is ook de afstand waar die de grote halo. Het is moeilijk te zien, maar de halo die loopt zo. Dus net aan de binnenkant van de bijzonnen tot aan deze hè, raakboog. Uh, hier zie je het misschien ietsje beter op. Circumzenitaal, ja, dat valt zo niet op, maar dat is degene die, ja, want dit is de grote halo. Dat is eigenlijk wel de zeldzaamste van de twee, maar hier was hij het best te zien. En dit is degene, ja, circumzenitaal. Voor wie een beetje Latijn kent, het zenith is het punt boven ons. Ja, wel een circumzenitaal boog, die is dan gewoon symmetrisch rond het zenith. Maar de meeste van die fenomenen zijn eerder gepositioneerd ten opzichte van de zon. Hè, links en rechts of rond de zon. Uh, bijzon, hè, dus, uh, die, in dit geval de rechterbijzon, de zon stond daar, 22 graden rechts. En je ziet daar toch ook een beetje die regenboogkleuren in, die dan wel vaag en zwak uitlopen naar, naar kleurloos, maar uh, die kleureffecten zitten er wel een beetje in. En zoals we zeggen, ja. Eén dag op de vijf theoretisch, onder ons klimaat zou je die kunnen zien. En toch, twee derde van de aanwezigen hier hadden die nog nooit gezien. En regenbogen die veel zeldzamer zijn, ja, die, die heeft iedereen al een keer kunnen bekijken. En dat is een beetje dezelfde tekening als we daarnet maakten voor de regenbogen, nu voor de halo's. En dat is het verschil: bij die regenboog zat er nog een reflectie in de waterdruppels. Dus als de zon achter ons zit, zijn het de waterdruppels voor ons die terug naar ons weerkaatsten. He, dus een regenboog moet je altijd de zon in de rug houden en naar de andere kant kijken. Bij halo's heb je niet die terugweerkaatsing. Dus het zijn de ijskristallen voor u, zogezegd, die het veroorzaken. En dus je moet kijken rond de zon, omdat die, uh, die extra spiegeling er niet in zit. Een beetje fantasie hebben, maar hè, daar gaat een boog. Hier zie je hem al beter. Hè? Allemaal, dat is die, ook weer die 22 graden. En de grote halo is dan 42. Dat is ongeveer twee keer 22 dan. Dat loopt hier een beetje mis. Maar van, uh, fenomenen van dat soort zijn er meer dan genoeg. Dus we gaan daar een beetje sneller over. Maar ook weer hetzelfde verhaal, hè, wat we daarnet deden met regenbogen. Ja, je kan het ook hebben met de maan. Ah, wel, ook bij de maan kan je dat soort halo-fenomenen hebben. En die ga je misschien iets frequenter zien, omdat niemand durft te kijken. Zoals ik daarnet zei, als de, de zon schijnt, veel te fel... ...maar bij een volle maan durf je er wel al een keer kijken... ...en dan, ja, dan krijg je die fenomenen ook. Hè. De, de, bij, de bijzonnen, in dat geval dan de bijmanen... ...die zijn al een beetje te zwak om te kunnen zien... ...maar zo'n halo, ja, dat zie je wel nu en dan eens. En natuurlijk, de uitdaging is een beetje... ...zeker voor wie aan fotografie wil doen... ...je zit daar per definitie met een heldere lichtbron. Of dat dan nu de zon of de maan is... Dus de truc is een beetje, zeker bij de zon, de truc is een beetje van die zon te kunnen afdekken. Um, in dit geval was dat nu goed gelukt omdat er toevallig een wolk in de weg ging. Um, maar anders, ja, gebruik die dingen, hè. die straatlampen waar dat we altijd op zakken in de sterren kunnen, ah, dan zijn ze toch voor één keer voor iets goed um, om de zon af te dekken. En als je geen straatlamp in de buurt hebt, ja, wij hebben toch altijd wel een telescoop op zakken. Dus dat gaat ook wel. En als je dat niet op zak hebt, een goede pet kan ook werken. En als dat niet lukt, dan kun je er je hand voor houden of je duim, de goede vinger, want anders wordt het op zee. En wat hebben we net verteld? Wat is de allerbeste plek ter wereld om dat soort halofenomenen te zien? Dat is de plek waar dat er veel ijskristallen zijn, dus op de Zuidpool. En dat is nu het probleem op de Zuidpool. Er staan geen straatlampen en geen bomen en niks om in de weg van de zon te zetten. Maar omdat het fenomeen daar zo vaak voorkomt, hebben ze er speciaal een ding gezet, gewoon om de zon te kunnen wegbergen. En op echt letterlijk de geografische Zuidpool, waar er voor de rest niks is, zelfs geen pinguïn, hebben ze echt een paal gezet met zo'n ding eraan, gewoon om als. Ja, uh, ja, zonafdekkend uh, systeem te kunnen werken. En toch, zoals ik zei, je hebt ijskristallen nodig en toch kun je dit vanuit de tropen ook zien. Dit is een beeldje dat iemand mij opstuurde vanuit Cambodja. Warmer dan dat kun je het niet hebben, maar ja, in die hoge luchtlagen is het even goed bevroren. Uh, dus ook daar kun je mooie halo's te zien krijgen. Dezelfde categorie, maar lichtjes anders. Uh, je ziet het ook, het is een ander soort ijskristallen. Uh, dan krijg je zo'n zuil boven en eventueel ook onder de zon. Dus dan krijg je breking in een andere richting. Uh, en dat krijg je ook weer hè, typisch als er uh, fijne ijskristallen staan. Maar dat doe je wel typisch met een laagstaande zon. Dus s morgens of s avonds dan, uh, kun je dat soort fenomeen hebben. Hier, hè, een zuil onder de zon. Het is niet altijd duidelijk wat er nu te zien is. Soms kan dat gewoon een beetje verstrooiing van het licht zijn. En soms is die uitgesproken recht als een zuil. Dat is misschien iets dat meer mensen al kennen. Voor wie goed is in het Frans, crepuscule, zonsondergang. Dan, als je dan wat wolken hebt, hoe verklaar je dit? Het is een combinatie van vocht in de lucht. wat voor alle duidelijkheid. In tegenstelling tot wat de stripverhalen ons vertellen, een lichtstraal kan je niet zien. Een lichtstraal gewoon loopt door. In het vacuüm zou je een lichtstraal niet kunnen zien. Je ziet pas een lichtstraal als er iets is dat het verstrooit. Een laserstraal... Jawel, kijk, ik steek mijn laserstraal aan en u ziet ze daar op de muur weer kaatsen. Als ik er mijn vinger tussen steek, zie je ze ook. Mocht ik hier nu heel veel stof steken dan zou je dat ook zien. Want er moet iets hebben om het licht te weerkaatsen, te verstrooien naar jullie ogen. Dus je krijgt het typisch met een redelijk vochtige lucht. En, tweede fenomeen, wolken, maar niet uniform. Dus met gaatjes en een kartelpatroontjes. En dan, op sommige plaatsen wordt het licht tegengehouden. Dan krijg je zogezegd een donkere straal. Dat is natuurlijk geen donkere straal... Is maar in contrast met waar het licht er wel doorkomt. Dus dat soort uh, ja, zonsondergangstralen, maar ook weer niet alleen met vocht, uh, bijvoorbeeld ook met pollen, met fijn stof. Dus hè, hier uh, de, de, de blaadjes van een boom houden hier en daar het licht tegen, op andere plaatsen komt het er door en wordt het verstrooid door vocht en, en stof. Ah, wel, uh, zoiets krijg je dan ook. Wat natuurlijk heel. Fotogenieke uh, beelden oplevert, hè? dus die ja, ondergaande zon. Um, en dat zou volgens, Allee, okay. dit is een persoonlijke theorie, wie kent dit nog? Wat is dat de gemiddelde leeftijd van wie zijn handen omhoog steekt? Hè? Uh, ik zie de jeugd zijn hand niet omhoog steken. Hè? Oké, okay, ik hoor ook al bij die categorie. Uh, ik heb dat uh, bij mijn uh, grootouders en tantes nog weten hangen. Uh, wel, tja, ik weet het niet, hè, maar... Vind je niet? Zoiets, hè, uh, Hier vloekt men niet. Uh, ja, dat dat... Ja, ik kan u voorstellen, in tijden dat de mensen nog niet zo wetenschappelijk onderlegd waren, dat dit toch wel... Oh, uh, een beetje mysterieus en een beetje dreigend overkwam, hè? van als een, een groot oog in de hemel die naar ons keek. Hè? Um. Maar ook aan de andere kant, want die stralen hè, die zogezegd van de zon weglopen, het is natuurlijk allemaal perspectief, hè? Die, die, die lopen niet zo weg, die lopen parallel. Maar door een perspectiefeffect, net zoals de, de, de reis van een spoorlijn in de verte ook lijken samen te komen, nou wel, die, 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 die lijken ook zo te gaan, maar aan de andere kant lijken die ook weer samen te komen. Dus je hebt ook zoiets als anticrepusculaire stralen. Dus tegenover de zon kun je die dan ook weer samen naar elkaar zien komen. Uh, natuurlijk, ja, daar ga je niet zo spontaan op letten, maar uh, ja, je weet dus ook weer, onder dat soort omstandigheden, ah, wel, begin er vanaf nu dus zeker op te letten. En wie kent dit? Dat was een uh, gelukstreffer. Hè? De Belgacomptorens in, uh, in Brussel. In der tijd, toen ik nog geen auto had en alles met een trein deed, en soms eens vroeg opstond, dat overkomt mij niet meer. Hoor. Uh, s morgens vroeg op uh, Brussel-Noord... En inderdaad, de opkomende zon weerkaatste op die torens. En wat ja, één groot glazen oppervlak. Maar ja, dat glas moet natuurlijk hier en daar ondersteund worden. Hè? Dus uh, waar er zo'n aluminiumprofiel zit, weerkaatst het niet. Waar er een stuk glas zit, weerkaatst het wel. En wel, dan krijg je diezelfde uh, ja, afwisseling van, van heldere stralen en zogezegd donkere stralen. Wie heeft er Jules Verne gelezen? Er is een boek van Jules Verne Le Rayon Vert. Dat niet klopt, maar uh, het gaat er toch om. En uh, ik vind het dit is voor mij een van de meest tot de verbeelding sprekende fenomenen hier uh, uit mijn lezing. Dit is echt iets waar ik naar actief op zoek ga. Die andere is meer zo van. Ja, Oké, okay, de omstandigheden zijn zo. Oh, we gaan een keer kijken. Is er een halo te zien? Regent het? Zou ik een regenboog kunnen zien? Nee, dit is echt iets om. om ja, daar kijk ik al jaren naar uit om een, keer een hele mooie te zien. En de allereerste keer dat het mij gelukt was, was ook ongeveer de allereerste keer dat ik geen fototoestel op zak had. Uh, ergens uh, Normandie. Want wat heb je nodig? Een heel stabiele lucht en een heel vrij uitzicht. En, en een uitzicht over een stabiele lucht, eigenlijk. Uh, dus je kan dat best doen van op een iets hogere plaats, dat je goed uitzicht hebt. Maar dan ook boven de zee, want die zee die stabiliseert dan wel een beetje de lucht. En dat is dan de, de kust van Normandië: je hebt daar redelijk hoge rotsen. En daar voor de eerste keer een goede flits, goed gezien? En natuurlijk wanneer je geen fototoestel mee hebt. Sindsdien heb ik mij voorgenomen altijd een fototoestel op zak. Ja, tegenwoordig is dat gemakkelijk, dat heet een GSM. Hè. Uh, maar dus. Hoe moet je dat uitleggen? Ik kom terug naar mijn verhaal van daarnet. Welke kleur heeft de zon? Alle kleuren van de regenboog, is het antwoord. He, alle kleuren van de regenboog. En uh, dus zo moet je het nu echt gaan bekijken. He, denk niet meer aan, daar staat daar een wit, een beetje gele bol. Nee, je moet denken van, daar hangen oneindig veel gekleurde bolletjes voor elkaar. He, van... van, van van rood over oranje tot geel tot groen en zo verder en al die gekleurde bolletjes als die mooi voor elkaar staan, de mengeling is wit met een beetje geel. Maar er is het fenomeen van de straalbreking dat u allemaal kent. Hè. Steek een stok in het water en ter hoogte van het oppervlak lijkt alsof die stok gebroken is. Um, maar die breking die is niet voor alle kleuren hetzelfde. Die breking is ja, groter voor het een kleur dan voor het ander. En eh, dat is wat daar ook gebeurt. Dus op het moment dat de zon heel laag staat, maar dat is nog weer een ander verhaal, wanneer je de zon juist op de horizon ziet staan, zit hij er eigenlijk al onder. En net zoals die stok die gebroken is. De ondergaande zon is eigenlijk al onder. Een minuutje of twee uh, is dat zo ongeveer. Maar eigenlijk moet je het zien als oneindig veel zonnetjes van een ander kleurje. En elk kleurje wordt iets meer gebroken dan het andere. En dus het resultaat is... Die, die rode zon gaat iets rapper onder dan, dan zeg maar de groene. Uh, wacht eens, wacht eens even. Hoe zat dat in de kleuren? Ik begin over rood en eindig bij groen. Maar waar zijn die anderen naartoe? waar is blauw en, en violet? Welke kleur heeft de lucht? allemaal samen? Maar Alle, kijk een keer, zie je hier blauw? Je hebt gelijk, hè? Maar, maar lucht is kleurloos. We zien die als blauw. Dat is dat blauw. Dat is dat blauw. Eh, van waar komt het blauw van de lucht? Ja, wel, dat is eigenlijk gewoon omdat het blauwe zich meer laat verstrooien door de atmosfeer. Dus eh, lucht is kleurloos, maar wij zien die als blauw. Eh, maar op het moment dat de zon ondergaat, ja, dan speelt dat allemaal nog veel meer. En dan is alle blauw er eigenlijk al van tussenuit gehaald. Dus op het moment dat de zon eronder gaat, is het niet meer al die kleurtjes, maar dan stopt het hier al ongeveer. Vergeet dan maar dat blauw en dat violet. Dus vandaar, dan heb je nog hè, een rode, een oranje, gele, groene uh, zon. En die rode die gaat daar rapper onder. En die groene een beetje trager onder. Dus eigenlijk verschuiven al die kleurtjes ten opzichte van elkaar. Dus, aan de bovenkant, ik weet niet of jullie het goed zien, aan de bovenkant verschijnt er een groen kapje En van onder een rood kapje. Maar ja, op dat moment is de zon al onder. Dus die onderkant is al weg. Nou ah wel, dan krijg je dit. Uh, daar komt nog een groen stukje van achter de rode zon piepen. En, en dat is die fameuze groene flits. En dat is een, ja, een zo, ja, hoe zeggen ze dat? Iets dat je echt actief naar op zoek gaat. Zo zeldzaam, zo kort van duur ook, zo uitzonderlijk. Maar dat, zo vertel ik het toch altijd ook in de cursusles hierover. En dan was er in de cursusles één hey persoon, Karel. Wat vertelde jij nu, zeldzaam fenomeen? Ja, ik heb dat nog maar één of twee keer gezien en ik, ik kijk er al gans mijn leven naar uit. Ik heb dat tientallen keren gezien. Ja, wat, 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 wat waard jij van beroep? Kapitein op lange omvaart. Hij zat dus altijd hoog en droog boven het dek van zo'n oceaanstomer met alleen maar oceaan rondom zeg, ja. In, zeker in de tropische gebieden zagen we dat heel vaak. Dus ja, wat voor de ene zeldzaam is, ja, blijkt voor de andere dan ordinair te worden. Hè. Maar laten we zeggen, voor ons is dit nog altijd echt iets om naar uit te kijken. Hè. Dus jaren geprobeerd om er toch een beetje deftige foto's van te krijgen. Um... Je ja, moet nog willen geloven dat het geen fout is in de optiek van mijn camera ook. Hè. Maar uh, allez, als ik het in al mijn optiek krijg, dan, dan beginnen het toch wel. Ja? En zo, echt zo dat laatste beetje. Just op het moment dat, dat, dat die zon ondergaat. Ze is er al helemaal weg. En dan komt er nog zo een, een, groen, een groen kalotje erboven piepen. Uh, ja. En dan het aller, allerlaatste. En, en dan is ze weg. Hè? Uh, en hier? Ja, dat was dan een gelukstreffer. Boven die wolk doet hetzelfde fenomeen zich voor. Ja? Wacht, nu ga ik een officiële antwoord geven. Nee. Bon, ah. Tussen ons gezegd en gezwegen, voorzichtig zijn. Want het probleem is inderdaad, ze ziet er op dat moment zwak uit. Dus je denkt, ik kan mij riskeren om naar de zon te kijken. Maar dan hebben we het enkel maar over zichtbaar licht. En welke kleuren zijn eruit? Blauw, indigo, violet. En ook ultraviolet, dat licht eruit. Dus dat gevaarlijke is al weg. Maar wat zit er hier onder het rood nog? Infrarood. En dat zie je niet. Maar als het rode al hè, redelijk goed weerstand biedt, het infrarode zeker ook. Oké. Okay. Het is veel zwakker dan hè, mijn een oogstaande zon. Maar met een verrekijker zou ik mij toch niet te veel riskeren. Met het blote oog durf ik al iets meer, maar ook niet te lang hoor. Het blijft toch altijd een risico. Daarom pak de fototoestel. Daar riskeer de oogst dus uw fototoestel. En dat is goed voor de economie als je nieuw moet kopen. Maar zelf kijken met een verrekijker zou ik niet te veel doen. Maar ik kan daar moeilijk een algemeen antwoord op geven, want het hangt ook af van de omstandigheden. Hè, hoe ja, hoe, hoe helder of hoe donker is het, maar uh, liever toch niet. blijft altijd gevaarlijk. Nu dat we toch over rare zonnen bezig zijn. Ah wel, uh, dat is een ander boek die daar ligt. Uh, en raar genoeg, u raadt nooit. Wacht even, waar, waar, waar heeft mijn collega die hier nu gelegd? Hier. Uh, deze boek gaat allemaal over dat soort fenomenen. En het is uitgegeven. Of beter geschreven door een astronoom, die werkte op de Vaticaanse Sterrenwacht. Dus wij hebben hier een hele goede link met de abdij, maar dus sterrenkunde en de kerk dat hangt goed samen. Want waar stond de Vaticaanse Sterrenwacht? Niemand op de hoogte van het buitenverblijf van de pauze? En zo? Niet jullie specialiteit. Castel Gandolfo, dat ligt dus in de bergen, niet zo ver van Rome. Met een vrij uitzicht over de zee. Dus ja, van daaruit was dat soort fenomenen vaak te zien. Uh, en, en vandaar, ja, omdat we daar toch al hè, in, in dat deel van uh, Italië zitten, noemen ze dat een Etruskische vaas, maar wij noemen het gewoon de Omega-zon. En dat is omdat, ja, ik zeg het, hè, we, we krijgen daar een, een stabiele luchtlaag boven de, boven de zee en die zorgt ook voor een soort van weerkaatsing. We gaan dat straks bij Fata Morgana's ook bespreken. En dan krijg je een soort van ja, spiegeling. Want dat is uiteindelijk wat je daar ziet. Hè? Dat is die zon die spiegelt. En hoe meer dat de zon zakt, hoe hoger dat die spiegeling komt. En hier beginnen die twee dan te versmelten. En dan krijg je, dan krijg je dit even. Hier zijn de twee volledig versmolten. Dat is weer wat anders. Hè? Dus euh, bon, ik heb ze nooit zo extreem op beeld gekregen. Maar toch, hier zie je al. Die, die, die voetjes, zogezegd, van onze vaas. Maar ik heb wel beter gedaan. Uh, voor wie het kent: de, uh, wij zijn hier zo vier met onze ogen aan de kust. Uh, in Frankrijk doen ze een stuk beter. La Dune de Pila is dat schijnt de hoogste duin van Europa. Dus uh, wij, op terugkeer van een waarnemingskamp in Frankrijk, dag van. Eigenlijk op zoek terug naar die groene flits. Ik heb geen groene flits gekregen, maar ik heb in ruil wel iets anders gekregen. Dus je denkt, oké, okay, spannend, je laat de zon ondergaan, in de hoop van, gaat er een groene flits komen? Maar ja, je ziet toch, er ging eigenlijk al een beetje te veel, te veel bewolking. Voor die groene flits moet de lucht echt transparant, transparant zijn. Dus ja, ik begon hier al duidelijk te hebben, nee, dat, dat wordt hier niks. We gaan zo weer alles kunnen opkramen. Nog een beetje als die zon is onder, en dan, ja, dan spoed u naar de auto, want het wordt daar donker. Hal wel. Je denkt: van, het is bijna voorbij. Nee, de show moest nog beginnen. De zon is onder. En komt terug op. Zie je ze onder die inversielaag? Krijg je ze terug. En dus, dat is een spiegeling eigenlijk van de ondergaande zon. Dus naarmate dat de ondergaande zon dieper onderging, kwam die terug naar omhoog. Ja, en daar had ik dus geen rekening mee gehouden toen ik mijn camera positioneerde. Want terwijl ze ondergaat, gaat ze natuurlijk verder naar het westen. En op de duur begon dat buiten beeld te komen. En dat, 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 dat fenomeen bleef maar duren. Dus ik heb dan de camera terug moeten bijstellen, eventjes, want het ging niet meer passen in beeld. Dus uh, ja, een ondergaande zon die omhoog ging. Hoe gek kun je het maken, hè? Maar ook daar weer geen groene flits. En, en dat is eigenlijk, ja, terug, hè, het motto van onze Marcel Minnaert daarnet, hè. Waar ook en wat dan ook, probeer altijd de wetenschap van de fenomenen rondom u te zien, hè. En hier, ja, na al die jaren weet ik nog altijd niet welk van de twee woorden correct Nederlands zijn: iriserend of iridiserend. Maar dit komt al een beetje in de buurt met iets wat ik daarnet al een keer uh, zei. Als je zo uh, een waterplas hebt met een beetje olie of, of benzine, krijg je ook zo van die gekleurde uh, Newton-ringen en van alles. Ah, wel, het is ook zoiets: breking op dunne lagen heet dat in de fysica. En het doet een beetje denken aan een de regenboog, het doet een beetje denken aan die bijzonnen, maar dan ja, niet op een vaste plaats ten opzichte van de zon. Dus je moet het, het juiste soort wolksjes hebben. Dus ja, En bij sommigen kan het echt zo van die olieachtige kleuren zijn. Het zijn toch ook niet die, die typische regenboogkleuren. Ze zitten toch een klein beetje anders door mengeling van kleuren. Ja? Dit nu. Nee, dat juist. Uh, die omega-zon. Nee, nee, nee. nee iriserend. Iri... Ah, iriserend of iridiserend. Hè. Uh, we, kunnen, uh, we kunnen discussiëren over de juiste naam, maar uh, uh, het idee is duidelijk. Hè. En ik heb nu al een paar keer kuifje erbij gehaald. Ik heb altijd de fouten van kuifje. Het zijn er weinig, dus ik heb lang moeten zoeken. Maar uh, het fameuze plaatje met de Fata Morgana's en dan een die geen Fata Morgana is. Uh, wel. Deze klopt nog. Een beetje verder is er Fata Morgana, dat, dat, dat is dan een waterplas komen die er geen is. Nee, zo werken Fata Morgana's niet. Het is altijd wel in de verte, hè, op grote afstand. En dus spiegelend boven, ook weer zo'n ja, min of meer uniforme luchtlaag. Dat kan boven een wateroppervlak zijn. Dit was, denk ik, het uh, Tonle Sapmeer in Cambodja. Dus je ziet daar in de verte eigenlijk ja, uh, de dingen. Oh, sorry. Uh, boven, uh, boven de horizon in de verte, weerspiegelend boven een, ja, een luchtlaag die, die je zelf niet opmerkt. Uh, waar je het bijvoorbeeld ook heel mooi kan hebben is uh, Mont Saint-Michel. Ja, je hebt een zoutvlakte, hè, dus ook weer uniforme ondergrond, die dan ook weer een, een typische ja, uh, ja, opgewarmde luchtlaag creëert. Dus je hebt daar ook de indruk dat dat alles in de lucht hangt te zweven. Hè. Um, maar dat is natuurlijk de weerkaatsing van de lucht die je daar nog eens ziet. Kijk naar die mensen. Ja. Die hebben lange benen hè? en dan begint hun lijf terug naar onder. Um, dat is allemaal dus die, die spiegeling op die inversielaag. Um, hier uh, in Etosha. Dus Fata Morgana's, toch niet helemaal zoals bij Kuifje. We zijn april, stil aan mogen we beginnen uitkijken naar lichtende nachtwolken, geen nichtende lachwolken, dat is wat anders, lichtende nachtwolken, uh, NLC's en noctilucent clouds. Uh, het is een fenomeen dat je typisch en eigenlijk zitten wij dan een beetje op de eerste rij. Op onze noorderbreedte, België, Nederland, Denemarken, zoiets, uh, dat is de beste locatie om het te hebben. Vanaf midden mei ongeveer, kan je op uitkijk staan, tot midden juli, eind juli vorig jaar, is het is begin augustus nog een keer te zien geweest. Het is een fenomeen raar genoeg. Toen ik, toen ik uw leeftijd had, was dat iets van: oh, als ik dat ooit van mijn leven niet kan zien. We dachten dat dat echt zeldzaam was. Nu De laatste jaren zien we dat elke zomer zo een paar keer. Dus is er iets aan het veranderen daarboven? boven? Kan. Of is het gewoon dat we er nu meer op letten? We hebben internet, we hebben gsm. Uh, van als dat er iets te zien is, iedereen wordt verwittigd. Ik weet het niet, maar uh, het is in elk geval nog altijd zeldzaam. Maar elke zomer, enfin, zomer, laat we zeggen, uh, rond de zomerzonnewende, uh, kun je toch uh, een paar keer zien tegenwoordig. En wat is dat? Wel, nog, pas op, dit is een uh, tabel die uh, niet helemaal op schaal is. Uh, gewone wolken zitten typisch een paar kilometer hoog. De lichte nachtwolken die zitten typisch 90 à 100 kilometer hoog. Dus heel hoog. De lucht is daar heel ijl en ook heel koud. En uh, tot een paar jaar geleden wisten we eigenlijk niet goed wat de origines was. Want hoe krijg je nu, ja, hoe krijg je wolken? Ja, wolken, wat is dat? Waterdruppeltjes. En hoe krijg je daar waterdruppeltjes? Ah, wel, ja. Dat is vochtdamp dat zich afzet op uh, ja, een, een, een kern, hè. zeg maar een stofdeeltje of een ijsdruppeltje of zoiets. Uh, maar hoe krijg je dat op die grote hoogte? Want daar is toch niks. Ah, maar ondertussen weten we het, het is hoogstwaarschijnlijk heel fijn meteorietstof. Dus afkomstig van kometen, maar heel fijn. En dat ja, een gewone vallende ster kom dan een grote snelheid binnen, brandt op in de damkring en komt zo naar beneden. Maar dat hele fijne stof, een tiende van een millimeter of nog kleiner, dat wordt direct afgeremd door de damkring. Dus in plaats van op te branden, dwarrelt dat langzaam naar beneden. Dus dat blijft daar wel een tijdje hangen. En het weinige vocht dat er daar is, condenseert dan op die, die, ja, op die stofdeeltjes. En dat krijgt heel eile wolken, maar ja, voor de rest is er daar boven niks. Dus hoe eil het ook is... Um, het geeft wel meer dan, dan niks. Hè? En dan vooral dus van die hele hoge wolken, maar dan ergens boven, vanuit België bekeken, het zuiden van Scandinavië. Zo van midden-Noorwegen tot het zuiden van Noorwegen. En in de zomermaanden. Waarom typisch de zomermaanden? Nou, de zon gaat ginter niet onder. U kent de middernachtzon. Als je naar het noorden van Noorwegen gaat, daar is het 24 uur op 24... Daglicht in die periode. Dus die hoge wolken, halverwege Scandinavië of in het zuiden van Scandinavië, omdat ze 100 kilometer hoog zitten, worden die de hele nacht door verlicht door de zon. En wij hier op 400, 500 kilometer afstand zien die laag boven de horizon zien die hangen. Dus midden mei tot midden juli zoiets, altijd kijkend op het noorden. S'avonds kijk je op het noordwesten, hè, want daar is de zon dan op dat moment. Dan, zo'n keer 12.30 uur, 30, 1 uur gepasseerd, is het voorbij, want dan gaat de zon te ook een beetje te diep. En dan, eenmaal 3 uur, 3 uur 30, kijk je terug op het noord-noordoosten, want tegen dan is de zon al naar daar gekomen. Dus u weet wanneer te kijken, u weet waar te kijken, dan is het alleen maar wachten op een heldere nacht. Helder hier, maar ook helder hinder. Dus de twee omstandigheden moeten meezitten. En uh, ja, dat is zo'n beetje een van de eerste foto's. En de eerste keer ga je natuurlijk twijfelen. Van, ja, ja, er hangen hier altijd wel wolken, dus dat zal ook wel een wolk zijn. Behalve, normale wolken zijn donker van kleur s'nachts. Enfin, behalve boven Brussel, want daar zijn zo oranje van kleur. Maar, uh, dus die en ik mag het niet wit noemen. In het Engels spreken ze over electric blue, elektrisch blauw. Ik heb nog nooit elektriciteit gezien, maar van, dat zou dus blauw moeten zijn. Maar dat is zo het, ja, de omschrijving van dat typische kleur uh, dat je hebt, van die uh, ioniserende uh, lichtende nachtwolken. Je ziet ze hier netjes boven dat dij. Je moet dan ook weer uh, een mooi uitzicht op het noorden hebben. Wij in de sterrenkunde kijken vooral graag met een goed uitzicht op het zuiden, dat is dan de gelegenheid, samen met, en ook poollicht, dat zijn de momenten dat je uitzicht op het noorden moet hebben. Uh, dit is ook een leuke locatie, daarvoor de enige straat in Grimbergen zonder verlichting. Er zit een ganse verhaal achter, dat ga ik nu niet doen, maar dat is dan ideaal hè, om uh, dit soort foto's te maken. En soms kan dat echt wel ruim zijn. Hè? Want ik zei, je moet altijd kijken daar zo op het noord-noordwesten of het noord-noordoosten naar de ochtend toe. Maar soms heb je gans die noordelijke horizon en soms tot behoorlijk hoog aan de hemel dat dat uh, te zien is. Hè? Want ik weet niet of dat jullie het herkennen. Uh, ja, op het scherm is het wat moeilijker, maar daar staat ergens de, het pannenken van de grote beer. Dus het, uh, het ging wel redelijk hoog. En oké, okay, een klein beetje een timelapse dan. Um, dit speelt zich wel over vele minuten af. Hè? Maar als je dat ziet, dan zie je ook zo die typische patronen van beweging. Zo'n beetje een, een, ja, een visgraadmotief zit daarin. Um, moet je je wel voorstellen, dat speelt zich allemaal af vele honderd kilometer verder. En, en je ziet. Die wolken bewegen verder en doven dan uit. Ja, het zijn natuurlijk niet de wolken die uitdoven, maar ze komen ginter in het donker terecht, hè, naarmate ze verder bewegen. Oké, okay, slecht nieuws. Die speelt niet af. Er moest er toch altijd wel één tussen zitten hè, die niet werkte. Uh, en dat is de, de allerlaatste tot heden, hè, vorig jaar in juli. En nu is het afwachten, hè. vanaf hè, binnen een maand, een goede maand, kunnen we terug op uitkijk staan uh, om die fenomenen te zien. Lichtende nachtwolken, hm, dat was de, de voorlaatste vorig jaar. Voilà. En dan, en nu zou je denken, dat is niet voor bij ons. Poollicht, de naam zegt het zelf, waar moet je naartoe voor het Poollicht te zien? Naar ah, de Polen, hè. niet naar Polen hier bij Warschau, maar Polen ging er van boven of helemaal van onder. En toch, het kan. Uh, hey, want ik vroeg daarnet: wie heeft er al pollicht gezien? En er gingen toch een aantal landen omhoog. En ik stak heel fier mijn hand ook omhoog, maar ik ben nog nooit naar daar geweest. Uh, ik heb tot vier keer toe pollicht gezien, maar altijd vanuit België. Dus het kan, maar het is zeldzaam. En ik ga het u hebben over deze keer. Um, eind oktober 2003. En je ziet de foto's die ik toen gemaakt Dat was nog een primitief fototoestel toen. Hè? Maar um, dan was de laatste keer dat het vanuit België heel indrukwekkend te zien was. En dit was de aanleiding. Ik ga eventjes met jullie uh, een paar dagen bekijken. Um, Zonnevlekken. He, u kent ze allemaal. Uh, actieve gebieden op de zon, afgekoelde gebieden op de zon. Toen, twee zonnevlekken maxima geleden. En we gaan nu de volgende twee, drie jaar naar het volgende zonnevlekkenmaximum. maximum. Dus wie weet, en meestal is het naar het einde van het maximum dat de meeste activiteit komt. Wie weet gaan we de volgende drie, vier, vijf jaar het terugnikken zien in België. Geen enkele belofte natuurlijk, maar hè, we kunnen maar hopen. Hè. Dus een enorme zonnevlek, die was gewoon met het blote oog te zien. Enfin, als ik zeg met het blote oog, dan snap je wel wat ik bedoel. Met zo'n eclipsbrilleken. Drie euro aan de kassa. Enfin, euh, vergeet niet, hè, want eind dit jaar in oktober is er een zonsverduistering. Dan ga je die toch nodig hebben. Dus dat was al, dat was al uitzonderlijk. Eén die zo groot was. Groter dan Jupiter. Hè, groot genoeg om het blote oog te zien. Maar aan de rand... Dook er daar nog eentje op? Op zijn beurt groot genoeg om met het blote oog te zien. Resultaat: hè, we hadden alleen maar aandacht voor die grote galetten en niemand had oog voor de kleintjes. Zo gaat dat altijd in het leven. Hè. Uh, ik was ook altijd de kleinste op school, nog altijd de frustratie van overgehouden. Uh, wel, kijk eens naar de kleintjes. Op een paar dagen tijd zijn die kleintjes uitgegroeid. Enfin, bij mij is dat niet goed gelukt met uitgroeien, maar uh, die zijn uitgegroeid tot nog eens zo een blote oog zonnevlek. Maar vooral wanneer waren die op zijn grootst en op hun actiefst midden op de schijf van de zon. En midden op de schijf van de zon betekent recht naar ons. En niet alleen waren ze dan het grootst en het actiefst, dat betekent dus ook dat ze dan een grootste uitbarstingen gegeven hebben. En um, dit is er zo eentje, hè? Zo'n een uitbarsting van toen. Um, nog eentje tonen. Zie je ze? Hier. Dit natuurlijk is met een speciale camera om eigenlijk uh, ja, de zon zelf niet te tonen, want die is dan te fel. Maar um, we zullen hem even starten. Hou je die goed vast. Dat was indrukwekkend. Uh, we gaan die even in een andere golflengte bekijken. Dus allee, we wisten... Hier is iets opkomst. Natuurlijk, dat zijn deeltjes, hè, elektrisch geladen deeltjes. Die vliegen niet aan de lichtsnelheid. Want dan zou ze er zijn op acht minuten en een half. Nee, deeltjes. En natuurlijk, snelheid is moeilijk in te schatten... Zeker dan ging het extra rap, omdat het een enorm intense uitbarsting was. En het was niet de eerste. Er waren al een paar van die uitbarstingen geweest. Iedere keer een wolk van geladen deeltjes. En op de duur haalt hij de vorige in en geeft hij terug een duwke. Dus het resultaat die ging wel ietsje sneller. Maar je moet toch rekenen, iets van een, ik zal maar zeggen, 16 uur na die uitbarsting kwam dat hier op aarde aan. Nu, gelukkig voor ons... Zitten we wel een beetje beschut? We hebben die, die fameuze van Ellen-gordels. Die houden dat allemaal tegen, die bufferen dat. Ja, net zoals als je een lek hebt in je dak, zet daar een emmer onder. Ja, dat gaat goed tot als je nemmer vol is. Dus hier ook, waar lopen die over? Waar loopt onze nemmer over? Wel Van boven en van onder. Dus poollicht is typisch iets dat je verwacht in de poolgebieden. Alleen was het toen zo actief. Ja, kijk eens, hè, dat is nu een militaire satelliet die het vanuit van bovenaf bekeken heeft. Ah, maar ja, de Ringpool ligt niet tot, tot, tot van boven in Noorwegen, maar tot, tot heel zuidelijk in Noorwegen. En dat hebben we toen tot bij ons kunnen zien. Okay, het filmpje is hier, wordt niet op de beste manier weergegeven. Um, dit filmpje komt van collega's uit Duitsland, dus ongeveer dezelfde noorderbreedte als België. Wij waren toen op expeditie getrokken. De avond ervoor was er een kleine opklaring gesignaleerd, komende vanuit Engeland. We zijn toen in een auto gesprongen, gespurt tot uh, aan de moeren, hè, dus uh, de kanten van Dixmude, met het vaste voornemen: ik stop maar met rijden als ik poollicht zie of tot mijn wielen blokkeren in het zand van de Noordzee. Ik heb een gehad, een paar kilometer ervoor. Zag ik de grote be enfin, Ik mag dat nu niet vertellen. Hè. Normaal, als je aan het autorijden bent, moet je niet naar de sterren kijken. Maar in de moeren, daar loopt toch geen kat. Uh, en de katten moeten van binnen blijven. Uh, dat allemaal om letterlijk twee minuten poolicht te zien. En toen was het weer bewolkt. Wisten wij veel dat Zanderendaags, en dat is nu Zanderendaags, toen zijn we naar de andere kant, want die opklaring zat toen aan de andere kant, zijn we naar de, de Belgisch-Nederlandse grens getrokken in Limburg. En dus wat ze vanuit Duitsland toen zagen, hebben wij toen die avond ook gezien. Um, uren aan een stuk. Want ja, je zag dat bij momenten, je zag dat wegdeemsteren. En dan dacht je, oké, okay, ik kan eindelijk gaan slapen na twee slapeloze nachten. Nee, dan begon dat opnieuw. Allee, heel indrukwekkend, uren aan een stuk. Maar goed, u beseft, dit is bij ons toch eerder zeldzaam. Hè? En dat is dus allemaal die elektrisch geladen deeltjes die binnenduiken in de damkring. En daar, ja, de aanwezige moleculen of atomen, dat kan de ozonlaag zijn van boven, die typische rode kleur. Stikstof, ook een beetje dezelfde kleur. Of onderaan meer zuurstof, die, die geel-groene kleuren. Ah, wel, dat is eigenlijk wat, er, wat erachter zit. Um, zeldzaam, maar goed. Het gebeurt dus al eens. En dat zijn ja, onze fotootjes van toen. Um, dit is wel grappig. Deze foto... Uh, net, net die week kwam uh, Steven Struyckes die was wetenschapsjournalist voor de Standaard die kwam er toen een lezing geven en die was net een artikel aan het voorbereiden over het poollicht en ja, ik vertelde hem dat ik er foto's van had dus, uh, ah ja, die was uh, heel enthousiast dat hij die foto's kon gebruiken, maar natuurlijk daar bij de redactie van de Standaard zien ze dan aankomen ja, zo'n amateurke dat foto's maakt in de tijd nog van foto's hè, Dias ja, ja, dat zal vol met stof en vuiligheid zitten. Dus automatisch gebruikten ze een, ja, een algoritme op de computer om alle stofjes en puntjes weg te werken van de foto. Dus mijn originele foto zag er in de krant zo uit: wat ontbreekt er op de foto? De puntjes. Ja, onze sterkens zijn weg. Enfin, het zag er heel professioneel uit, maar er ja, ontbrak toch wel iets. Dus policht, het kan. Maar bij ons is de kans toch klein. Ik zou je toch eerder een uh, vakantietje naar Lapland aanraden. Gaan we nog even verder? Het kan nog. Ik heb nog een paar, uh, een paar leuke. Uh, dit is vooral leuk als je het zelf meemaakt. Uh, we hebben hier wel een goede link met Abdij en zo, maar de dag dat je mij met zo'n oriootjes hier rondlopen, die, die kans is klein, tenzij, en het heet dan ook, Heiligenschein. Hè, dus letterlijk hè, de, de, de schijn rond het hoofd van een heilige, euh, zoals je die in de kerk ziet. Hè. Brokkenspectrum, omdat dat de Brokken is, een berg ergens in, uh, in Duitsland, uh, waar blijkbaar nogal een mistig klimaat heerst. Waar je dat fenomeen wel vaker hebt. En eigenlijk, wat is dat? Gewoon je schaduw die driedimensionaal wordt. En normaal je schaduw hebt op de grond voor je, maar als er heel veel vocht zit, vormt die schaduw zich ook ja, op, op, op de waterdruppeltjes in de lucht. En dan krijg je een soort van 3 d schaduw En dat is dus uh, die Heiligenschein. Enfin, het is een combinatie. Dus je hebt dat 3D-schaduw-effect, maar je hebt ook die typische. Kleurenkrans, dus die breking daar rond. Uh, dit uh, is het hier. Ja. Ongeacht wat ik daarnet vertelde over mijn mate van heiligheid, uh, dit ben ik. Ja, en je hebt kleine heiligen. En, ja, en dan heb je er, uh, dit was op de, de Puy-de-Dôme in Frankrijk, de buurt van Clermont-Ferrand. Uh, echt een gelukshot. We waren daar ook weer met uh, een paar mensen van de sterrenwacht. En, en er vormde zich een, ja, een wolkenband die omhoog kwam. De mensen die 50 meter boven mij zaten, hebben dit niet gezien. Ik stond blijkbaar op het goede moment op de goede plaats. Dus uh, de zon in mijn rug, mijn schaduw die in die wolk eigenlijk driedimensionaal wordt, en dan doorbreking op die, 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 ja, die, die fijne waterdruppeltjes. Kreeg dat effect. Je ziet daar trouwens Clermont-Ferrand in de verte liggen. Sindsdien nog een paar keer de Piedodoom opgereden, maar nooit meer, nooit meer gelukt. Dus, en je zag, naarmate, op een paar minuten was dat, het was voorbij. Dus naarmate de wolk verder trok, was het ook weer over. Dus heel fascinerend, heel indrukwekkend. Maar je moet dus weer ja, de goede omstandigheden hebben. Maar je kan het ook elders doen. En dit heeft u misschien ook al gezien. He, dat, het is een beetje een vergelijkbaar fenomeen vanuit een vliegtuig. Hè? Want ja, daar zitten altijd dan wel wolken onder u en vocht boven u. En dan, ja, dan krijg je ook. Ja, uh, maar dan, opeens, is gans de inhoud van het vliegtuig heilige. Dan voel je, je al minder exclusief natuurlijk. En dat is gemakkelijk, hè? als je ooit eens het vliegtuig neemt. Liefst dan op het moment dat, uh, dat je met de landing bezig bent en dan ga je al richting de wolken, dan uh, ga je dat wel frequent te zien krijgen. Maar je kan het nog beter doen. Uh, die Heiligenshine, en dan met iets minder die kleureffecten, uh, op een goede vochtige avond. En in België staan toch overal straatlampen, hè, want dat is natuurlijk een conditio sine qua non: er moet verlichting zijn. De zon of wat dan ook, maar een straatlamp kan dienst doen. Ah wel, oké, okay, het mag ook een grasveld zijn. Dit is nu bloemkolen. Maar het geeft een, een ander geurtje eraan, maar dat zie je niet op de foto. Uh, ah wel, je ziet ook, rond de persoon krijg je weer die, die extra weerkaatsing en breking en zo. En uh, ja, je krijgt dan eigenlijk in die richting uh, meer... Voilà. Oké, okay, dit is geen foto van mij, maar het is iets spectaculairder nog. En, en, en ook daar, niet alleen op vocht, niet alleen op waterkristalletjes, maar ook op dat hele fijne stof, we weten dat uh, dat fijne stof in de loodrechte richting meer weerkaatst dan naar de zijkanten. Dus uh, in de buurt van, eh, dus als je er echt recht naartoe kijkt, met de zon in je rug krijg je ook die extra uh, helderheid daar rond. Maar dat is iets dat u dus zelf kan meemaken. Hè? Als u op een, uh, een avond of een ochtend in de tuin gaat wandelen, het gras niet te kort afdoen. Uh, als je dan in het gras wandelt uh, dat een beetje vochtig is, kun je dat effect heel mooi zien rond uw schaduw eigenlijk. Tot nu toe heb ik mij aan mijn aanvankelijke definitie gehouden. He, allemaal licht- en kleurfenomenen uh, in onze atmosfeer. Nu ga ik even afwijken, uh, gaan we naar buiten toe. Gaan we eigenlijk het soort, hetzelfde soort fenomenen hebben, maar dan speelt zich af in de ruimte. Uh, en tot nu toe hebben we al heel veel locaties. Uh, we zijn al vaak op vakantie geweest voor deze uiteenzetting. Spijtig genoeg worden mijn kosten niet terugbetaald daarvoor. Uh, maar nu gaan we naar de echt optimale locaties. Oké, okay, voor alle duidelijkheid: deze foto is niet van mij. Zover ben ik nog niet geraakt. Chili, Gegenschein. Ik weet niet hoe goed dat u Duits is. Het is gemakkelijk, hè? Tegenschijn. Uh, dus de zon, waar staat de zon? Aan de andere kant. Dus tegenover de zon, aan de hemel. Uh, en. De beste momenten zijn zo begin van de lente, begin van de herfst. Dan, dan zit die locatie eigenlijk het hoogst. Um, en eigenlijk wat is dat? Net zoals we daarnet zeiden, dat dat fijn stof en die waterdruppeltjes het meest weerkaatsen in de, de loodrecht, allez, dus de, de terugkeerrichting, heb je dat ook met al dat fijn stof. Fijn stof is niet alleen een probleem in Brussel. Fijnstof is ook een probleem in het uh, zonnestelsel. Um, en dat fijnstof zit hem, net zoals het grofstof en zoals wij zelf, vooral in die ecliptica, hè, dus uh, ja, het vlak waarin de maan en de planeten en alles rond de zon draaien, daar zit het ook vol met fijnstof. En als de zon, hè, als wij Allee, in die omgekeerde richting kijken, de zon daar, dat fijnstof aan de andere kant van de zon, gaat extra veel weerkaatsen en je krijgt dan zo'n maar dit is extreem zwak. Hè? Dus daarvoor moet je echt de, de allerdonkerste locaties opzoeken. En dan nog op de allerbeste momenten. En deze bekende wetenschapper die heeft daar onderzoek naar gedaan. Ik weet niet of dat u die mens kent. Uh, dat is dus een uh, doctorand dus in de sterrenkunde, die toevallig ook nog een beetje gitaar gespeeld heeft met een zekere Freddie Mercury of zoiets, of uh, Queen heet dat, dat dan. Uh, nee, dat, dat is het verhaal van die kerel. Hè. Die studeerde sterrenkunde en opeens ja, komt hij een paar gasten tegen die een beetje muziek spelen en zo. En, enfin, en dan heeft dat dertig of veertig jaar geduurd voordat hij afgestudeerd geraakte. In mijn geval is dat zelfs nooit gelukt en ik heb niet eens muziek gespeeld. Uh, maar dus die kerel is dan, nadat uh, hij iets minder muziek maakte, is hem gedoctoreerd op juist dit onderwerp. Werkaatsing, dus uh, zodiacaal licht en gegenschein, werkaatsing op stof in uh, het vlak van, uh, van het zonnestelsel. En uh, hij is daarvoor vooral naar Tenerife geweest voor veldonderzoek. Uh, maar goed, uh, zodiacaal licht zit in dezelfde categorie, niet tegenover de zon, dat is al heel specifiek, maar gewoon in gans dat vlak. En eh, ook weer, je ziet dat het beste eh, in de lente. S'avonds dan. Of bij het begin van de herfst, s'morgens dan. En men noemt dat ook het valse ochtendgloren. Eh, dus als je aan het waarnemen bent, en je denkt van oei, goh, het begint alweer klaar te worden, een tijd om hier alles op te kramen, en dan kijkt op je ik van, bon, nee, het is nog te vroeg, kan nog niet, ah, wel, dan is het eh, dat zodiacaal licht. Ik weet niet of jullie het zien, maar het is ongeveer zo'n... Een beetje taps toelopende vorm in die richting. Op dit beeld misschien wat beter te zien daar aan de rand. Maar zoals gezegd, dat moet je echt op de allerdonkerste locaties proberen. En ja, mijn allerdonkerste locatie: Chili is nog niet gelukt, dit is Namibië. En hier zie je dat, hè. En nu ga ik een beetje cynisch worden, maar we doen alle moeite van de wereld om op de donkerste plaatsen te gaan sterren kijken. En dan ben je op de allerdonkerste plaats en dan word je gedwarsboomd door de sterrenkunde zelf. Uh, ja, dat is dan al een storende factor om maar te zeggen uh, hoe erg het is. Daar is de melkweg al een storende factor, want die geeft te veel licht. Ja, dat. Dat ga je ons in Grimbergen nooit horen over zakken. Uh, eentje om het af te leren. Als dat al storend was, dan wel, er is iets dat nog zwakker is. En het, het doet een beetje denken aan de kleuren van het poollicht daarnet. Alleen ja, uh, in de tropen ongeveer. En ik weet niet of dat u het ziet, maar hier en daar komt er zo'n een beetje een, een rode band in beeld. Oké, okay, van onder is het licht hinder. Dit was weer in de, de Lozère in Frankrijk. Uh, dus ja, een beetje hoog in de bergen had ik daar al een beetje last van. Dat zijn zo parallele ja, banden die door het beeld komen. Terug, we gaan naar Namibië. Ziet u ze hier hangen? Afwisselend groene en meer rood gekleurde uh, banden, dat is airglow. Net zoals we daarnet zeiden, hè, poollicht is eigenlijk elektrisch geladen deeltjes komende van de zon, die de, de moleculen in onze damkring doen opgloeien, maar typisch in de poolgebieden. Wel, dit is een vergelijkbaar fenomeen, uh, maar dan ja, een beetje overal ter wereld. Ik zal nog eentje door. Kijk, hier is nog beter te zien. Hè. Die, ...die groene slierten. Ik moet eerlijk zeggen... ...dit kon ik nauwelijks visueel zien. Het is vooral nadien op de foto dat ik zag van... ...amai, ze waren wel heel prominent. En raar genoeg ga je het inderdaad... In de, ja, ...in de tropische gebieden dichter bij de Nevenaar... ...wel vaker hebben waarschijnlijk. Het mechanisme daarachter is nog helemaal niet goed begrepen. Hè. Maar dus... We kwamen van hè, bliksems en regenbogen, oh, gemakkelijk te zien, niks van materiaal nodig, tot fenomenen dat je echt ja, de allerbeste locaties moet opzoeken, de allerdonkerste uh, hemels ter wereld. Hè. En hier weer eindigend met een andere. Hè. Ons zodiacaal ligt de valse ochtendgloed. En nu is het de echte ochtend, hè, maar we zagen ook even die, uh, die valse verschijnen. Ja, en ik had gezegd, de laatste om het af te leren maar dan toch nog één en uitsmijter. Degenen die het al gezien hebben ooit in de les, mondje dicht nu, hè. Wie kan mij... Het heeft niks met het onderwerp te maken, maar je zou het wel kunnen denken. Wie kan mij vertellen... wat die... Ziet u ze daar? Wat hebben we daar? Ah, ja, UFO. Unidentified. Ja, want u weet nog niet wat het is. Flying. Ja, dat is wel redelijk duidelijk dat het vliegt. Object. Maar ja, welk object? En vooral, ik begin al een beetje door te dringen. Het zit voor de wolken. Dus het moet toch redelijk dichtbij zijn. Niemand die een gokje waagt. Ik hoor iets. Nee, Elon Musk zit boven de wolken. Enfin, hij zelf nog niet, maar uh, hij zit soms in de wolken. Maar uh, ik hoorde. vuurvliegjes. Ja, uh, geen glimwormpjes, want die zitten op de grond. Maar inderdaad, vuurvliegjes. Dat is uh, wat u daar zag. Dit was in Cambodja ergens. Uh, maar inderdaad. Uh, vuurvliegjes, dat had ik... Ik had ze zelf niet gezien. Ik moet eerlijk zeggen... Uh, ik was een beetje ziek die nacht. Uh, maar uh, met Sander Daags de resultaten van mijn beelden te bekijken... Oeh, wat heb ik nu weer voor? Ja, en uh, het was snel duidelijk wat het eigenlijk was. Vuurvliegjes. Dus, een heleboel fenomenen. Uh, wie daar interesse zou in hebben? Hier vindt u een aantal websites. Uh, en vooral... Uh, deze. Daar ja, dan heb je echt het, het, het grootste overzicht van alle. En ook een hoop fenomenen die ik zelfs niet eens beschreven heb, omdat er gewoon te veel zijn. En als u twijfelt aan iets van wat zou dit kunnen zijn, zeker bij al die halos waar er zoveel zijn, ga daar even kijken. En hou vooral ook Space Weather in het oog voor die kans op Pollicht. Dat, dat heeft zich daarin gespecialiseerd. En dan een paar andere meer algemene. Achtergrondwebsites. Voilà, dus vanaf nu gaat uw leven nooit meer hetzelfde zijn. Uh, ongeacht welk type wolken of geen wolken dat er zijn, u gaat altijd denken: wat zou ik nu kunnen zien met dit soort omstandigheden en in welke richting moet ik nu letten en waar ga ik nu mijn volgende vakantie plannen? En, 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 dankzij ons is uw leven nu helemaal uh, omgedraaid. U moet mij niet bedanken. U mag mij misschien wel vervloeken, dat is wat anders. Goed. En zijn er nog vragen? Ik heb jullie al een paar vragen gesteld in het begin. Hè? De, de antwoorden kwamen, kwamen redelijk goed. Hè? Dus u bent allemaal geslaagd. Misschien niet allemaal met onderscheiding, maar enfin, dat was bij mij ook nooit het geval. Dus... Nou, dus u weet het, hè? vanaf volgende maand lichtende nachtwolken. Hè? Daar moet je op letten. Een goed plekje zoeken, vrij uitzicht op het noorden. En dan moet dat wel lukken. Hè?